Table Talk, Table Talk. Hallo, welkom bij Table Talk. Wij zijn een samenwerking tussen Rwanda Zoveel Meer, Black History Month en de Roma. Dit jaar staat Black History Month Belgium in het teken van het archiveren en documenteren van de levens van zwarte mensen in België. Ik ben Rera van Rwanda en Zoveel Meer en vandaag interview ik verschillende mensen die alvast één ding delen. Ze zijn allemaal geboren in Rwanda en allemaal, of bijna allemaal, zijn ze op een bepaald moment naar België gekomen in het kader van een adoptie. In België heb je verschillende archieven. Je hebt het Rijksarchief. Op hun website vermelden zij dat zij maar liefst 315 kilometer aan materiaal of documenten beheren. Stel je dat visueel voor, dat is dus de ring van Antwerpen tot aan de ring van Parijs, allemaal bezaaid met witte A4'tjes, onvoorstelbaar veel papieren. Maar achter die papieren zit natuurlijk een verhaal. En wij willen vandaag dieper inzoomen op de verhalen van geadopteerde Rwandezen. Omdat we weten dat in het kader van adoptie, de papieren, wat daarop staat, wat daar niet op staat, het is nooit een volledig verhaal, het is nooit volledig. Daarom willen wij graag hier mensen vandaag aan tafel uitnodigen om meer te weten te komen over die verhalen en om misschien op die manier te komen tot een herdacht archief in België. Bij ons aan tafel heb ik Kaitesi en Ivo. Kaitesi is freelance redacteur. Zij kwam als jong kind naar België in een adoptiegezin in de Kempen. Ivo kwam met zijn ouders vanuit Afrika naar België. Vandaag komen we meer te weten over hun verhaal. Welkom hier aan tafel. Ik ben heel blij dat jullie hier zijn. Jullie verhaal is een beetje verschillend. Ivo, jij bent niet geadopteerd. Klopt. Kaitesi is wel geadopteerd. Jij kwam naar hier als tweejarige? Ja. Als kleinkind. Als kleinkind, ja, inderdaad. Maar dat weerhoudt ons er niet van om het kader archivering in het kader van Black History Month en alles wat daarbij komt kijken en hoe zwarte mensen daar niet altijd in vertegenwoordigd zijn en de gevolgen daarvan, wil ik heel graag vandaag met jullie bespreken. Dus mijn eerste vraag voor jullie is, als je titel hoort, of het opzet van Black History Month hoort, wat is dan archivering in het kader van jullie migratieverhaal? Ik zal misschien beginnen met jou. Met mij? Ja. Goeie vraag. Ik denk bijvoorbeeld bij mij dat ik niet weet bijvoorbeeld wat mijn voorouders gedaan hebben of zo. Want ik merk bijvoorbeeld dat ik interesse heb in de media. Mm-hmm. Mijn vader was apotheker en mijn moeder verkocht eten, dus in de commerce. Maar ik vraag me af of een van mijn grootouders of andere mensen zo waren die bijvoorbeeld journalistiek waren, of journalist waren, of in de media actief waren. En dat vind ik wel jammer dat ik dat niet kan opzoeken, of dat er geen foto's van zijn, of video's, of dat zo een beetje het archief niet is om mijn verhaal en mijn roots beter te begrijpen. Mm-hmm. En om via jouw familiegeschiedenis meer te weten komen over jouzelf. Ja, klopt. Ja, inderdaad. Kaitesi, wat betekent dit thema voor jou, archivering, in het kader van jouw adoptie dan? Ja, archivering. Gewoon documentatie en voor mij heel hard foto's waar ik op terugval, omdat ik heel nostalgisch ben. En omdat ik heel veel foto's neem en omdat ik heel vaak terug foto's bekijk van vroeger. Ik ben onlangs begonnen aan mijn zoektocht en er is een dood spoor in verband met de documentatie en ik hoop dat ik op foto's terug kan vallen dan. Ik heb één foto nog teruggevonden in het archief. En je hebt die meegebracht? Ja, en ik herinner dat mijn ouders zeiden dat dat de foto was waar dat het adoptiebureau mij mee voorstelde. En achteraan staat de naam Kaitesi. En dan april 82, dus dat is het jaar dat ik naar België ben gekomen. Ja. En dus
Die foto is wat jou linkt aan Rwanda eigenlijk. En waar bewaar jij die foto? Hangt die tegen een muur of zit die in een fotoalbum? Nee, die steekt... Ja, ik wil daar nu ook niet elke dag mee geconfronteerd worden. Dat steekt gewoon ergens in een lade. En als ik nog eens de nood heb om door die foto's te bladeren, doe ik dat gewoon. Mm-hmm. Ja, en ik wil eerst het verhaal kennen achter de foto, voordat ik die ga inkaderen. Mm-hmm. Dan heeft dat ook meer betekenis. Nu heeft dat nog niet zoveel betekenis voor mij eigenlijk. Mm. Het is echt heel vaag. Ik weet alleen een naam en een datum. Dus. Ja, ja. En er staat ook nog iemand bij. Ik heb iemand zijn hand vast. En dan is dat ook weer zo'n vraag van, maar wie was dat? Was dat mijn moeder? Ja. 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 Ik herinner mij, vorig jaar was er van Rwanda zoveel meer uit, Blend ID. En ik herinner me daar een foto van jou in jouw tienerkamp. Misschien moet je het zelf eens vertellen. Welke ik had foto? Twee foto's. Eén foto dat ik zo als kind in België dan. Een pop, een zwarte pop. Mijn ouders hebben dat ergens gevonden, een zwarte pop. Zo mijn handdoek om mijn rug had gebonden. En dan een andere foto dat ik in de Noorderkempen mijn haar door een witte kapper had laten vlechten. En dat was wel een beetje mislukt. Ja. Maar ja, nu kan ik daarom lachen. Maar dat is zo. Dus ik ben toen, ja, ik weet niet. Toen echt niet. Maar dat was wel zo van, ah, ik wil vlechten hebben. Maar dan in een, ja, ik zat in een witte school. Dus die idee was, oh, tof, tof, vlechten. Maar als ik hier in, met dezelfde koep, naar over, ja, ik zeg maar over aan de straat, aan Bruggestraat was gewoon van iedereen, what the fuck. Dat is een bounty, wie heeft die raar gedaan of zo. Ja. Dus dat was in dat thema, kon ik dat wel goed plaatsen in Blend, dit zo toch willen inblenden. Ja, voilà, maar dan daar soms wel in mislukken of zo. Ja. En ja, ik heb dat ook heel lang zo vaak gehad, zo de reality check. Ik ging altijd ook zo naar een witte festival, zo weer richter en pick-up op met mijn witte vrienden. En ja, dan, ik ben dan one of them. Hè. Maar het is wel effectief, als je op die weide komt, daar, ja, je kunt ze echt tellen, hè, mensen van kleur. En ja, dan is dat weer zo, ja, zo een beetje tussenin. Hè. Want je kunt nooit niet inblenden, want je valt altijd op. Mm-hmm. Dus ja. Maar je hebt even goed recht om naar Berchter te gaan en te genieten van de muziek. Ja, maar ik moet mij er wel voor verantwoorden dan. Van, ja, hoe, jij hoort die muziek graag of niet. Allee, zo. Ja, is soms. Dat zo? Ja, dan kan ik misschien aan jou vragen. Vind jij dat raar als zij misschien wel eens naar Berchter of naar Kwikkelpop gaat? Nee, ik vind dat totaal niet raar. Want ja, ik kan ook viben op La de Son in Your Heart. Nee. En zo, ja, echt waar. Ik vind het allemaal topmuziek. Echt waar. En ik vind, ja, maar... De eerste festival dat ik naartoe ging was bijvoorbeeld Den Kleurcafé ook. Dat is heel wereld, ik voel me een wereldburger eigenlijk. En ik sta open voor alles, alle muziek, zolang dat je goed voelt en over blijdschap gaat. En ik denk muziek, dat muziek ook veel mensen kan verbinden. Want kijk naar die afrobeats of die artiesten die nu gemaakt, die muziek maken of die samenwerken met internationale grote namen die bijvoorbeeld geboren zijn in Nigeria. Dat zou ik als Afrikaanse artiest 10 jaar geleden nooit over kunnen dromen. Maar je denkt van, oh, die werkt zo met iemand van Amerika, iemand die alleen op tv zit. Van, dat kan. En dat is deels door het internet en door... Ja. Nog eens terug over adoptie. In Nederland gaan er steeds meer stemmen op om adoptie on hold te zetten, maar zelfs te stoppen. Vind jij, Kaitessi, dat België diezelfde kant op moet? Ja, ik snap niet waarom ze daar nog altijd niet aan toe zijn. Ze zijn daar nog altijd aan het over discussiëren. Dus 2 jaar geleden ben ik mee naar het federaal parlement gegaan voor de excuses aan de métissen, aan de kolonie. Toenmalig premier Charles Michel. Ja, juist. En effectief, dat was heel formeel, dat moment. Dat begon met de excuses dan, een applaus en een minuut stilte. En dan gingen ze terug naar de gang van zaken met de anderen. En dat ziet. En dan daarna is er ook nog wel een commissie opgericht, een onderzoekscommissie rond adoptiefraude. Mm-hmm. Maar in dat expertenpanel, die samenstelling, zat geen enkel geadopteerde. En dan is er ook iemand van ons, Miranda Aerts, heeft daar wel iets over geschreven toen, een opinie. En ik denk dat zij nu ook wel bij dat expertenpanel zit, ik weet niet. Maar dat wil weer al zeggen dat met alles wat er al bewezen is, want harder...
dat dan nog zo, dat dan nog wordt in twijfel getrokken van ja, goh, eigenlijk is het, ja, zou wij eigenlijk... Maar voor jou is het heel helder dat, dat het moet stoppen. Ja, ik vind dat wij gewoon het voorbeeld van Nederland moeten volgen. En waarom? Kan je... Omdat het weer nu, zeker tijdens corona, is, komt dat weer vaak in het nieuws, maar dan weer langs de vraagouders. Van, ah, maar er zijn zoveel vraagouders die dan 5 jaar op een wachtlijst staan, wat dat ook wel heel erg is. Mm-hmm. Maar van, ja, en nu corona en er mag niet gereisd worden... En die moeten daar nog langer wachten. Ik denk, ja, maar dat is toch de point niet. Het is gewoon dat dat gewoon opgedoekt moet zijn, heel het systeem of zo. En ja, het frappante vond ik zo, de beelden van een babyfarm. Dat was dan wel in Oekraïne, mm-hmm. dus niet in Afrika. Maar dat al die babytjes naast elkaar, maar echt honderden, naast elkaar lagen te wachten. Op de wensouders die dat er dan niet geraakten. En dan is dat weer dat verhaal. Dus en een babyfarm is een plaats waar draagmoeders... Draagmoeders die geven dat af, dan daar aan die kliniek. En ja, dat is echt mensenhandel in de puurste vorm eigenlijk. Meer kunnen, ja, dat is, en dat werd dan ook zo omschreven als... Ja, ja, over de markt, waar ze dan nog uitspreken, van ja, de markt van de baby's en, ligt nu on hold. Ik denk, ja, dat, je bent echt in termen aan het spreken over, over goederen en niet over mensen of zo. Maar dat is in Nederland en daar hebben ze wel beseft van, oh, wow, dit is fout. Mm-hmm. Niet in Nederland, dat was in Oekraïne, maar dan voor Nederlandse mensouders. Van, dit moet gewoon stoppen en wij met ons koloniaal verleden, hadden dat eigenlijk ook al 20 jaar geleden moeten doen of zo, van, ah ja, men moet gewoon stoppen of zo. Dus voor jou interlandelijke adoptie. Ja, dus voor jou is het eigenlijk heel helder en zonneklaar. Ja, ik vind eigenlijk dat ze nu, dat nu aan ons is en dat wij nu ondersteuning moeten krijgen voor onze zoektocht in en ja, heel de logistiek dat ik juist heb gezegd met de DNA-databank en, ja. En ja, alles. Ja. Zou je zo verder gaan om... te zeggen van ja, er is zoveel geld geïnvesteerd in ja, die adoptieprocedures, in ja, weet ik wat nog allemaal, om die adopties te kunnen laten gebeuren. Al die kinderen zijn dan uiteindelijk hier in België terechtgekomen. Zij hebben weinig nazorg gekregen. Veel van hen willen nu ja, hun identiteit leren kennen, te weten komen. Zij betalen dure vliegtickets om terug te gaan, om waar ze recht op hebben het kennen van hun identiteit te weten. Vind jij dat er ook financieel iets moet tegenover staan? Ja, eigenlijk zou, dat is ook een vorm van nazorg. Hè? Mensen de kans geven om terug te gaan. Het, ja, ik vind dat eigenlijk. Ik heb dat zo 2 jaar geleden, hè, dat ik dan aan die zoektocht begon, heb ik zelf een fundraising opgericht, omdat ja, ik ging daar niet op wachten. En daar heb ik zowel een website gemaakt en dan zo wel een uitleg, want je kunt niet, dat, je moet er wel een context bij schetsen natuurlijk. Maar langs de andere kant denk ik van ja, wij moeten daar niet mee bezig zijn. Eigenlijk, ja, dat is eigenlijk absurd, maar goed, ja. Wij moeten dat blijven ondergaan uiteindelijk. En ik denk dat ze zo lang genoeg wachten totdat al die, dat die generaties oud genoeg zijn, dat, ja... daar niemand meer mee bezig is of zo. Of, ja. En wat ja. denk je dat de overheid tegenhoudt? Ja, omdat, ja, dat is juist omdat ze heel veel te verbergen hebben. Hè, want als ze zo toegevingen zouden doen, zou er misschien nog eens veel meer kunnen uitkomen. En zo. En ik denk wel, allee, ja, ik denk dat ze gewoon schrik hebben dat de staat wordt aangeklaagd of zo. Als we met een grote groep zijn, wat dat nu eigenlijk ook al wel duidelijk is. Want anders, als dat transparant was geweest, was er niks mis mee. Hè. En, ja, in Nederland heeft een vrouw inderdaad de staat aangeklaagd omwille van alle fraude die is gebeurd met haar adoptie. Ja. Ja, ik heb dat vroeger ook nog gedacht om dat zo af te dwingen langs gerechtelijke weg dan. Maar dan gaat mij dat nog meer kosten. Dan, ja, dan, waar ben je dan mee bezig? Dus ja. Ja. Was er een moment in jouw leven, Ivo, waarop jij het gevoel had dat jij documentatie mist? Ja, zeker. Ik heb er bijna nooit bij stilgestaan of zo, totdat de eerste lockdown begon. En dat ik het gevoel had, want ik zat alleen op kot, we mochten niet naar huis en alleen opgesloten. Dus er zijn heel veel vragen gekomen. En toen ik... Mijn vader is er nog, maar mijn moeder is... overleden toen ik nog 14 jaar oud was. Dus ik had nog heel veel vragen aan mijn vader, maar het is ook iets
het is ook niet iets dat hij graag over praat of zo. Hij praat natuurlijk meer over zijn familie, maar iets minder over de familie van mijn moeder bijvoorbeeld. Maar ik ken een paar broers en zussen van mijn ouders. Dus ik heb ook die opgebeld om te vragen hoe gaat het met hen? Wat is de naam van hun kinderen? En op basis van nonkels en tantes heb ik de namen gekregen van hun kinderen. Oh ja. En dat heb ik allemaal opgeschreven ergens. En ik ben van plan om zo een document te maken met zo de familie van papa, familie van mama. Zodat als een stamboom. Zo'n stamboom, ja. Mm-hmm. Ik denk dat ik maximaal tot de ouders van mijn, van mijn ouders kan gaan. Maar daarvoor heb ik niet zoveel documentatie of informatie over de namen. Maar ik hoop dat ik na de corona, dat ik mijn onkels in Zuid-Afrika of in Rwanda kan gaan bezoeken. En die mensen voor het eerste keer zien en veel de vragen die ik heb aan hen kunnen stellen. Zodat ik die stamboom completer kan neerschrijven. Wat gaan zo de eerste vragen zijn die jij gaat stellen als je die mensen ontmoet? Goeie vraag. De eerste vragen die ik ga stellen is hoe gaat het met hen en of ik iets voor hen kan betekenen ook. Want ik voel of ik denk dat ik veel geluk heb dat ik hier ben en ik snap ook niet waarom ik, waarom niet andere mensen. En ik voel ook zo een beetje schuldig, moest ik hier zijn, het goed hebben en niets terug doen voor de mensen die daar nog zijn. Dus ik voel een soort verplichting om, ik moet iets terug doen. Ja, en je zegt geluk hebt dat je hier bent, waarom? Ik ben natuurlijk in Mozambique geboren, maar dat is ook in Afrika. En ik weet dat de condities daar iets minder zijn. Sociaal zekerheid is hier beter volgens mij. En dat bedoel ik met geluk. Of geluk dat ik hier ben beland, want ik weet ook niet, allee, dat was de keuze van mijn vader eigenlijk. Maar ik mis natuurlijk de familie en zo de neven en zo. Ja. En ook omdat de meeste Rwandezen hebben niet echt dezelfde familienaam of zo. Dus ik kreeg zo berichten van neven van ja, ik ben jouw neef of ja, ik ben de dochter van die. En dan dacht ik, ja, oké. Okay. Dat is zo heel vaag, maar als je die mensen kan zien, aanraken, knuffelen en misschien een foto mee pakken, dat dan misschien de toekomstige generaties iets meer archief gaan hebben. Ah ja, dus jij denkt aan jouw kinderen eigenlijk, ja, en achterkleinkinderen, dat zij meer gaan weten over waar ze vandaan komen. Ik wil dat die dat kunnen opzoeken en zeggen, ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik wil nog even teruggaan. Kaitessi, hij zegt net van dat hij geluk heeft dat hij in België terecht is gekomen. Voel jij dat ook zo aan? Ik heb dat heel lang zo aangevoeld, omdat dat ook zo werd gezegd. En ik nam dat aan, zoals dat vroeger tegen ons werd gezegd. Dus en op een bepaald moment is dat veranderd, jouw beeld daarop? Ja, vroeger stelde ik mij daar ook geen vragen over, omdat we waren thuis heel hard betrokken. Bij de adoptie, bij de zijactiviteiten van de adoptievereniging. Welke adoptievereniging was dat? Zonder Grenzen in Oud-Turnhout. Ik ben daar ook opgegroeid. Mm-hmm. En ik weet dat die om de drie maanden of ik zeg maar iets, een adoptiedag organiseerde. En ja, dat was gewoon leuk als kind om iedereen zo terug te zien. Dat was voor ons een feestje met een karaoke en een playbackshow en pannenkoeken. Mm-hmm. Dus ik heb daar altijd ook een romantisch beeld van opgehangen gekregen en ik heb dat altijd aangenomen. Mm-hmm. Maar het is pas beginnen veranderen bij mij. Ik ben heel laat aan mijn zoektocht begonnen. Gewoon misschien ook wel een beetje uit ontkenning of angst, ik weet het niet. Maar ik ben beginnen daarover nadenken, omdat er heel veel verhalen kwamen van vrienden, geadopteerde vrienden, waar ik nog contact mee heb, die dat wel in twijfel trokken of die dat met andere verhalen terugkwamen naar een zoektocht. En andere verhalen, hoe bedoel je? In verband ook met een documentatie en dat de verhalen niet overeenkwamen met dat de adoptieouders hen hadden verteld. En ja, dan begint ook wel te twijfelen natuurlijk van ik ben als wees weggegeven geweest, zo is het mij verteld geweest, want ik ken alleen de voornaam, dus niet mijn familienaam. En vanuit een weeshuis tot in België gekomen via een adoptievereniging. En
ja, om de duur begin ik ook te denken, was ik dan wel wees? Mm-hmm. En ben ik wel afgestaan? Hoe is dat gegaan? Mm-hmm. Ja. En je bent dan op een gegeven moment recent nog teruggegaan naar Rwanda. Heeft dat jouw beeld over Rwanda veranderd? Ja, over Rwanda heb ik nooit geen slecht beeld gehad. Ook altijd een heel romantisch beeld wel. Ja, in die zin van, de verhalen. Je bent gelukkig omdat je in België bent waar er sociale zekerheid is, hoe Ivo het verwoordt. Ja, als je dan in Rwanda, ik denk het beeld dat heel veel mensen hier hebben van Afrikaanse landen, is dat iedereen daar in kommer en kwel leeft. Ah, en, ja. Ja, maar dat heb ik wel altijd kunnen relativeren. Omdat, ja, ik ben ook gewoon, ja, ik ken de twee verhalen. Hè, dus de kant van de bubbel in een wit dorp te wonen. En dan, ik ben redelijk vroeg naar Antwerpen verhuisd. En daar als student blijven plakken en nu nog altijd. En dan heb ik wel Afrikaanse mensen leren kennen, wel in een andere context natuurlijk, die dat geadopteerden. En dan, die vertellen wel met heel veel liefde over hun land, ook al zijn ze hier geboren. Mm-hmm. Hè? Dus dat is dan wel een andere context. Dus ja, ik koppel dat nog wel altijd los van, als ik dat, ik maak mij boos, als ik dat, als Afrika, nu zeg ik het heel algemeen, want Afrika is geen land. Maar als een Afrikaans land, eender welk Afrikaans land, altijd negatief nieuws komt. Mm-hmm. En ik heb mij daar ook vroeger heel hard aan geërgerd. Ja, vroeger dan niet, want het gebeurde, de genocide. Daar ben ik wel heel hard van getraumatiseerd geweest, omdat ik, op dat moment was ik puber. En dan werd ons dat weer heel hard ingehamerd, van je mocht blij zijn dat je hier bent, want anders had je dat meegemaakt. En ja, dan blijft je weer zo in die dingen van, ik mag blij zijn dat ik hier ben. Maar achteraf denk je van, ja, nee, we zijn nu 25 jaar na de genocide, maar er zijn mensen die dat dan nog wel altijd linken aan Rwanda. Terwijl ik iets heb van, ja, maar sorry, Rwanda is veel meer dan dat. En ja, dat is dan ook een reden om gewoon terug te gaan. Oké, dan Ivo, voor jou de vraag, je bent dan op bepaalde leeftijd naar België gekomen. Had je dan direct een Belgisch paspoort? Nee, ik ben op 15, ik ging bijna 16 worden. Oh ja. Ik word eigenlijk morgen 24. Proficiat alvast. Ja, ik kwam als 15-jarige, dan ben ik heel snel 16 geworden. We zijn hier gekomen als vluchtelingen eigenlijk. Maar ik heb ook iets van, ik ben eigenlijk geboren als een vluchteling, want ik ben niet geboren in het land van mijn ouders. Mm-hmm. En toen mijn moeder overleed, begon ik zo te rappen of muziek te schrijven als een manier om dat de gevoelens te uiten of in plaats te geven. Te verwerken. Ja. En ook omdat ik had van het gevoel van, hoe gaan de mensen haar herinneren of kenden mensen haar? En ik wilde, als ik ging sterven bijvoorbeeld, dat iets van mij ging blijven. Dus mijn stem bijvoorbeeld, of daarom begon ik zo muziek te maken of om iets hierachter te laten. Iets nalaten is heel belangrijk voor jou, merk ik. Ja, het is heel belangrijk. Want ik weet niet, als ik hopelijk nakomelingen heb, dat die iets hebben om die kunnen zoeken. Of als ik bijvoorbeeld nakomelingen heb, dat die iets hebben om waar ze kunnen zoeken om meer informatie of om die persoon beter te leren kennen of te begrijpen. Of gewoon zichzelf ook. Ik denk dat dat wel helpt. En ik ben eigenlijk Belg geworden in het begin van de eerste lockdown. En dus dat was zeven, acht jaar. Dat je moet wachten in onzekerheid van waarom ben ik hier, waarom ben ik aan het studeren, moet ik mijn best doen. Echt heel veel vragen dat je niet de point ziet van wat ben ik aan het doen eigenlijk. Allee, waarom doe ik dit allemaal? Ja, omdat je altijd het idee had van ik kan nog teruggestuurd worden. Ja. 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 Dat idee was er zeker en die angst ook. Van ben ik niet goed genoeg en heel veel over jezelf twijfelen eigenlijk. En dan, ja, ik had mijn focus gewoon veranderd naar school. Van ik ga gewoon het best van maken, zolang dat ik hier ben. En dan is het nieuws gekomen, dan is de lockdown gekomen. Dus ik moest wachten tot alles weer open mocht om dit te mogen gaan halen. Ja. En ik denk dat eind mei ben ik die gaan halen en dan denk ik van oké, nu mag ik reizen en hopelijk ga ik
Meerut. Ja, want daardoor kon je niet reizen. Dus nee. Je kon eigenlijk nooit teruggaan naar je familie in Rwanda nee. Omwille van het niet hebben van de Belgische nationaliteit. Ja, geen documenten of geen geldige documenten. Ja. Heel veel dingen die je tegenhouden. En dat is nog meer frustrerend, omdat dat iets is waar ik geen controle op had. Mm. Van, ja. Het maakt niet uit of je je best zit op school of je, ja. 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 Dus het ging altijd erop neerkomen dat je moest wachten op die papieren. Ja. Ja. Had jij direct de Belgische nationaliteit? Ja. Ja, ik heb daar nagevraagd. Het is eigenlijk, omdat er geen geboorteakte is, die stap is overgeslagen. Maar dat is wel direct veranderd in een adoptieakte, waar dat dan de naamsverandering in staat. En ik heb nooit zo een vreemdelingenpas gehad of met toeristenvisum hier geweest. Nee. Dus ja. Maar je kent misschien wel verhalen van anderen die Kafkaïaanse toestanden meemaken omdat ja. ze die papieren, de juiste papieren, niet hebben. Ja, het verhaal van de métissen, die dat dan zelfs op hun 50ste trouwen of hertrouwen. En ja, die dan niet kunnen trouwen omdat ze dan niet de juiste papieren hebben. Dus ik ga daar niet voor hebben, denk ik, omdat ik ben direct Belg geworden. Dus ja. Ja. Toch wel frappant. Maar het is in de andere richting voor mij dan wel surreëel, omdat ik dan in Rwanda niet bestaan, dat er geen geboorteakte is. Ah, ja. Ik denk dat ze bij mij gewoon een paar stappen hebben overgeslagen in het proces, qua papieren, om het gewoon hier gemakkelijk te maken. Dus ja, dat is ook wel niet de juiste manier natuurlijk, want dat maakt mijn zoektocht veel moeilijker. Ja, dat is mijn volgende vraag. Wat zou jouw zoektocht vergemakkelijken? Wat zou de overheid hier in België kunnen doen, wat zou de overheid in Rwanda kunnen doen om jouw zoektocht, want dat is ook iets waar je recht op hebt natuurlijk, om te weten wie je bent, van waar je komt. Ja. Wie zou jou daarbij kunnen helpen en op welke manier? Ja, in België heb ik al niet meer zoveel hoop op ofzo, omdat ik hier vastloop. Maar ik weet dat er hier een DNA, of dat ze er werk van aan het maken zijn voor een DNA-databank aan te leggen. Maar dat kwam dan op vraag van de donorkinderen. Maar dat zou ook fijn zijn als de geadopteerden hetzelfde krijgen, maar dan van de Rwandese regering. Dat ze daar dan werk van maken, een DNA-databank dan, kinder. Dat wij wel, die dat dan gelinkt kan worden naar België, want wij hier loopt dat weer dood voor ons. Oké, ja, er is een DNA-databank, maar in België zijn wij daar niks mee. Wij moeten dat in Rwanda hebben, dus ja. Dus zodat eigenlijk al die moeders en vaders die destijds hun kind hebben weten vertrekken naar een land waar ze dikwijls ook niet wisten naar waar, dat ze eigenlijk hun DNA kunnen afstaan en dat dan op die manier DNA kan vergeleken worden. Ja, dat is de meest transparante manier, want daar kan je niet mee. Ja, daar kan je niks aan veranderen of zo. Op papier, ja. Ja, op papier natuurlijk wel, maar ik vind dat veel betrouwbaarder. Ja, ja, een foto, oké, goed. Ik ben meer met deze foto in combinatie met DNA. En ja, dus papier, dat zegt mij niks meer. Nee. Ja. Is dat iets wat jou ook zou kunnen helpen? Zo'n DNA-databank? Dat kan handig zijn. Ik begreep natuurlijk niet veel over medische DNA en ik twijfel ook niet zoveel. Ik geloof dat mensen dus moesten die zeggen van ik ben jouw neef, ik zou dat, ja, oké, maar niet zo direct doorvragen. Ah ja, wie was je moeder of je vader of is die broer van mijn vader of niet? Ik geloof dat heel snel. Maar ik ga vertrekken vanuit de mensen die ik al ken. En degene die ik niet ga vinden of dat ik niet ga terugvinden, dan is het jammer, want ik weet dat zowel mijn vader en moeder, die waren allebei met 12 en 11 zo thuis. Sommigen zijn overleden tijdens de genocide. Ik denk dat ik een stuk of 3 of 4 broers en zussen van mijn vader en moeder ken. Dus ik ga vanuit die vertrekken en dan die hun kinderen en dan ja, de rest gaan we zien. Hè. Ja, dan een andere vraag. België en Rwanda delen een koloniale geschiedenis, waar er geen evenwaardige verhouding was. Beide landen zouden op zich kunnen samenwerken om wat misgelopen is in het verleden recht te zetten. Hoe zou dat er voor jullie kunnen uitzien?
Er is nu ook een tentoonstelling geweest in het MAS over het koloniaal verleden. Daar is ook een onderzoekscommissie mee bezig. Hoe kan daar tot een nieuw narratief gekomen worden? Ja, van de Belgische regering. Regering gewoon, dat ook in de onderwijstermen, eindtermen komt. Want dat is zo'n hoofdstuk dat dikwijls verzwegen wordt of heel vaag overgedaan wordt. Of zo heel snel overgegaan. En vanaf dat nu de jongeren van de generatie, nu de jongeren dus, dat met de geschiedenis meekrijgen, gaan ze daar ook sneller bij stilstaan. En ook wel over racisme gewoon nadenken van, dat is kei fout. Mm-hmm. Want nu wordt daar zo heel dingen over gedaan. En dan binnen zoveel jaar is het niet gebeurd. Want dan is het weer al 60, 70, 80 jaar geleden. Zo komt het over. Mm-hmm. Bij ons. Drie aan tafel. Ben jij de jongste? Minst lang geleden dat jij in het middelbaar zat. Klopt. Heb jij daar ooit les over gekregen? Over koloniale geschiedenis en de gevolgen en ook nog vandaag? Als het over kolonies ging, ging het vooral tussen over Congo. Mm. Eigenlijk over het verleden, de link met Congo. En ik denk dat er ook heel veel Belgen zijn, of Vlamingen, of mensen in België, die denken dat Congo de enige kolonie was. En dat wordt zo, Rwanda en Burundi worden zo een beetje vergeten. En dat vind ik wel een beetje jammer. Ik denk sowieso dat dat door het onderwijs komt. Vandaar dat ik akkoord ben met wat Kaïtesi zegt, dat dat in de onderwijs eindtermen moet komen en dat dat herhaald moet worden. Wat kunnen Rwanda en België doen om beter samen te werken? Ik heb geen idee, maar ik vind het wel tof als er op musea of op belangrijke plaatsen voorstellingen komen, als er films of documentaires daarover gemaakt worden, bijvoorbeeld Terug naar Rwanda of zoiets. Gewoon om iets die mensen gaan kijken en iets gaan bijleren. Mm-hmm. Wat je zei over wat kan de regering nou doen, mm-hmm. dus van de Rwandese regeringen, daar ook ondersteuning, zowel qua logistieke ondersteuning, ook misschien daarin ondersteunen. Of, en logistiek qua een tolk voorzien? Of? Ja, stel als ik dan een link heb gevonden, dat ik al minstens, ook al is dat maar met één iemand, of niet per se, dat mag een verre neef of nicht zijn, maar als ik dan daar op een taalbarrière ga stoten, zie ik dat er heel veel miscommunicatie gaat zijn en dingen verkeerd worden begrepen, waar ik terug op een verkeerd spoor zit. Mm-hmm. En dan moet ik terug van nul af aan beginnen. Mm-hmm. En het zou gewoon fijn zijn dat ik à la minuut dan wel kan tolken met iemand. Mm-hmm. En dan gaat dat heel snel, vanaf dat je één iemand hebt gevonden. Mm-hmm. Gaat dat gewoon, denk ik, wel sneller gewoon. Dus, mm-hmm. Is adoptie in jullie ogen ook een zijsprong of iets dat vertrekt vanuit een koloniaal beeld op de samenleving? Eigenlijk wel, want ik heb altijd in een katholieke school gezeten. Mm-hmm. Ik zat echt zo in de katholieke zuil en de CM en alles, echt mm-hmm. scouts, alles. En dan neem je dat ook weer voor normaal, dat er zo missiebroeders nog vertrekken. En toen was dat nog, in de jaren 80, 90, dat er zo missiebroeders vertrokken dan naar de weeshuizen. En die dan gingen christenen en, of hoe noemde, je weet wat ik bedoel. Mm-hmm. En dan tussendoor ook nog eens kinderen meepakte en dan zo geld inzamelen voor broederlijk delen. Maar eigenlijk is dat ook een deel van de koloniale geschiedenis, daarom dat ik ook iets heb van, dat kregen wij wel met godsdienst. Hè. Mm-hmm. Dus wij leerden dat denkbeeld aan van mm-hmm. de white savior en we gaan mm-hmm. nu geld opsturen naar de weeshuizen. En dat is mega pervers als je daarover nadenkt. Dus ik vind dat dan in godsdienst wel moet geïntegreerd worden, maar dan zo de context schetsen van waarom moesten wij dan zo naar die wezen, witte broeders naar die wezen ze gaan en zo. Daar werd ook niet over nagedacht of zo. Mm. Ja. Mijn vader is ook heel gelovig en hij is ook, heeft ook mij heel gelovig opgevoed. Mm. Vroeger had ik geen vragen, of ik stelde me geen vragen. En omdat ik geloof wel iets moois vind om zo ergens hoop te hebben dat er iets beter gaat worden. Maar
ik weet niet, toen ik naar hier kwam, of ik denk ook dat het deels door sociale media is. Je begint dingen te onderzoeken, je begint dingen te lezen. Ik denk dat je sowieso veel bijleert door research te doen. En ik heb ook stiekem hoop in de toekomstige generatie dat die minder racistischer gaan zijn dan de vorige generaties. Om terug te komen op de vraag van over adoptie. Ik denk dat dat ook... ik snap bijvoorbeeld de ouders die een kind willen, maar ik denk dat de regering ook een beetje vergeet de mentale kant van de kind. Die, de impact. Ja, het impact later, op latere leeftijd. En dat is iets die de regering bijvoorbeeld rekening mee zou kunnen worden. Bijvoorbeeld dat die geholpen worden. En dat op welke manier geholpen worden? Een luisterend oor vinden, die persoon contacteren en de vragen horen en helpen op zoek gaan naar antwoorden. Want sowieso zijn er veel vragen dat je krijgt als jong persoon geadopteerd bent. En ik denk dat de regering daar, als ze kiezen dat er adoptie mogelijk is, dat die wel hun verantwoordelijkheid moet kunnen nemen om te helpen die antwoorden te vinden. Mm-hmm. Ja. Oké, we gaan stilaan afronden. Ik heb nog een afsluitende vraag voor jullie. Jij bent nog vrij jong, maar als je nu goede raad zou kunnen geven aan je nog jongere zelf, misschien... Mijn jongere zelf? Ja, toen je pas hier in België was, neem nu, en je had nog al die zorgen over het al dan niet Belg worden. Welke goede raad zou je nu geven aan de jongere Ivo? De jongere Ivo? Ik zou waarschijnlijk zeggen, ja, niet opgeven of doe zo door of doe zo voort. Want ik ben iemand die redelijk optimistisch is en dat merk ik. Het komt goed. Het komt goed. Ja. Niet opgeven. Ja. Ja. Ja, en dat heb je gedaan en kijk. Ja. Ja, ik heb nog altijd het gevoel dat dat niet goed gekomen is natuurlijk. Het is beter, maar het is nog niet goed genoeg, denk ik. Ik denk dat ik blijer zou zijn moest ik... alleen een paar antwoorden vinden over mijn verleden. Want inderdaad, die vraag wel, wie ben ik? En zodat alle puzzelstukken in elkaar kunnen vallen. Ja. En misschien kan ik niet alle puzzels vinden, maar als ik een paar kan vinden, dan ik ben optimistisch, ook naar de toekomst toe. Ja. Ja. Oké. Ik hoop mee voor jou dat je die puzzelstukken vindt. Kijk, Tessie, in jouw geval, wat zou jij vertellen aan je jongere zelf? Nog in de campen, in haar bubbel. Geen schrik mag hebben voor mijn verleden. Ik heb dat heel hard te lang zo uit de weg gegaan of uitgesteld of zo. Uit een schrik of zo voor het onbekende. Het zelfbehoud misschien ook, ja. Ja, dat is zo een overlevingsmechanisme wat men niet weet, niet deert. Maar eigenlijk is dat geen... goede ingesteldheid om je eigen identiteit om een identiteit te hebben. Dus dus gewoon geen schrik hebben voor het verleden van je familie en hulp durven vragen aan lotgenoten, want ik heb dus eigenlijk mede dankzij hen dat ik zover sta in mijn redeneren en denken. En dan zat ik nog altijd in hetzelfde denkpatroon gebleven. En voilà. Ja. Dus zeker hulp, een luisterend oor bieden, maar ook hulp durven vragen. En dat niet op de lange baan schuiven als je ergens mee zit. Hm. Oké. Is er nog iets wat jullie daaraan willen toevoegen? Of iets dat jullie nog willen delen met onze kijkers? Nee, niet direct. Niet direct? Sorry. Dat is allemaal prima. Dan dank ik jullie heel erg voor jullie deelname, voor jullie eerlijkheid, voor jullie openheid. En dan wens ik jullie de allerbeste. You got rules telling me what to do. Is there anybody checking my